Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Swap. En vandaag hebben we weer nieuwe brainbreaker vragen voor mensen. En we gaan zien als ze slim zijn. Zijn jullie klaar voor? Oké, let's go! Oké, ik ben hier met... Omar. Hoeveel jaar ben je? 21. Richo. 11. Hoeveel jaar zijn jullie? 16 man. Ik ben 14 man. Ozzy. Hoeveel jaar ben je? Ik ben 24 geworden. Oeh, happy birthday. Thanks man. Randy. Hoeveel jaar ben je? Ik ben 20 jaar. Eerste vraag. Je zit in de auto. Oké. Het regent heel hard. Oké. De deuren zijn op slot. Hoe kom jij uit je auto? Ik kom niet uit mijn auto. Je komt niet uit je auto? Nee. Hoezo niet? Het regent. Je zit bij gewoon in je auto. Ja, waarom niet? Totdat dat stopt, of niet? Raam kapot maken, man. Raam kapot maken? Ja, man. Oei. Jij? De deur openmaken, toch? Hé? Gewoon die deur openmaken, toch? Gewoon die deur openmaken. Ai, ai. Nice. Moet ik uit de auto komen? Ik ga via de raam. Dit is toch... Via de raam? Ja, als op slot is, ga ik gewoon de raam breken. Ik heb brood in dit flesje. Klaar, jullie zijn aan het flesje. Gewoon de deur open doen. Nee, wacht. Ja, je zit binnen, dus je kunt sowieso naar buiten, hè? Hoe denk je dat je eruit kan? Het regent heel hard. Dat maakt toch niet uit als het regent? Tweede vraag. Je rijdt 2 km per uur. Hoe lang duurt het voordat je 102 km hebt afgelegd? 50 minuten, man. Dat is echt een domme kill, man. 102 minuten. Doe me even wat, please. Get out of here. 2 km per uur. 2 minuten. Bro. 2 minuten! Hoe lang duurt dat voor 102 km? Shit, man. Ik moet even wiskunde, maar mijn wiskunde is slecht, snap je? Ja. Dus jij rijdt 2 km per uur. Dus na 10 uur heb je 20 km gereden. 51 of zo. Is dat juist? Ja, man. Zweer. Slim. Kijk, je rijdt 2 km per uur, oké? 2 km per uur, ja. Hoe lang duurt het voordat je 102 km hebt afgelegd? Hoe lang duurt het? 102 km heb afgelegd. 204. Wat is een vierkant wortel van 4? Oh. Rechthoek, man. Vierkant wortel van 4, rechthoek. Ja, man. Is toch ook zo, ding? Joe! Alleen grote. Je moeder is half Belgisch en half Duits. Je vader is half Belgisch en half Marokkaans. Wat ben jij dan? Een kort van elke? Half Belgisch en kwart Duits. Nee, wacht, wat is mijn vader? Was mijn vader half Belgisch en half Marokkaans? Ja. Oké, ja. En dan een kwart dingen, Marokkaans en een kwart Duits of zoiets. Oké. Zoiets. Ja, dat is juist. Ja, Belgisch waarschijnlijk. Hè? Alleen Belgisch. Ja, half Belgisch en die andere, wat was een andere wereld? Half Belgisch? Half Marokkaans, ja. Half Belgisch en half Duits. Kwart Belgisch, kwart Marokkaans. Deze boys worden terug in revenge omdat ze het niet eerlijk vonden welke vragen ze kregen van mij. Dus ik heb zo'n 2 nieuwe vragen gegeven en we gaan zien als ze het kunnen beantwoorden. Boys, jullie zien het nu. Wie is hier het beste in Engels? Kijk hier naar mij. Doe. Dus ik ben goed in Engels? Ja. Oké, dan is het voor jou. Hoe zeg je vaak in het Engels? Sometimes. Of is dat van Marokko? Marrakesh. Oké, Turkije. We gaan nu gaan maar uit. We gaan nu zien. Istanbul. Het is het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En volg me zeker op Insta. Mensen, salut.